Dit hun drinkwater. Douchen, baddigen. Oh, oh, vergeet het bouwen. Veel te koud. 9 graden Celsius. Welkom hier in de gemeentegrond. Dit is geen natuurlijke grond. Hij is helemaal handmatig uitgekapt en uitgezaagd. Zo'n 2000 jaar geleden zijn de Romeinen in deze groeven begonnen met het uitzagen en uitkappen van mergelblokken. Een hoge luchtvochtigheid, 96% tot 98%. De combinatie van temperatuur en vocht, die maakt dat het op een gegeven ogenblik toch wel een beetje onaangenaam, kil aanvoelt. Ja, in vroeger tijden, vooral in de winterperiode, kwamen valkenburgers naar de diverse grotten toe. Ze zochten tijdverdrijf, hadden een hobby. Nou, ze kwamen tekeningen en beelden hier langs onze route aanbrengen. Vandaag de dag gebeurt dat nog steeds bij speciale gelegenheden. En het zijn dan mede hierdoor inmiddels zoveel geworden dat we ze niet eens meer allemaal behandelen kunnen. We hebben hierin een keuze moeten maken. In deze vochtigheid hier beneden werden zelfs 4 kinderen geboren. Valkenburg werd bevrijd de 17e september 1902. 93 toiletten. 40 wasplaatsen. Netjes de dames en heren gescheiden van. Het is trouwens de meest hygiënische soort van toilet dat je krijgen kunt. Ik weet niet of jullie het kennen, wij noemen het Franse toilet. Ja, dan heb je alleen maar een gat in de vloer met links en rechts een voetje. Meer is er niet. Rechts de officiële overdrachtsplakketten van de schuilplaats door de inboedeling. En aan de linkerkant is hier beneden staan honderden van zulke combinaties opgestapeld. Voedsel. Ja, dat zult u zelf mee moeten nemen. Alles dat hier beneden bewaard wordt, dat verrot, verroest of beschimmelt vanwege de hoeveelheid vocht dat je raakt. Het verblijf in deze bunker is dan ook geschikt voor slechts enkele dagen. In Nederland werden op diverse plaatsen schuilkelders gebouwd. U kunt ze dan ook vinden onder brandweerkazernes en onder ziekenhuizen, in metrostations. Deze toevallig in een grot, in 1979 gebouwd. Valkenburg heeft stadsrechten, is 980 jaar oud. En de meest beroemdste, ook de meest beruchtste ridder, Walham van Limburg. We zien hem hier links op jacht in de Geulvallei. Zijn bijnaam, de Rossige. Zijn hobby, de jacht. Zijn thuis, het voormalig kasteel van Valkenburg.